Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben boven bezig. Ik ga boven poetsen. Niels en Jordi zijn beneden. Wat ze daaraan doen zijn mannen dingen. I don't want to know. Maar ik ga hierboven gewoon aan de gang. Ik ga per kamer doen. Ik laat even alle kamers zien hoe ze er nu bij staan. Dit is de kamer van Liam. Ik wil dit allemaal opruimen. En ik heb hier natuurlijk nog was. Maar dit zit niet helemaal vol. Want ik heb hier kleden in zitten en die gingen niet helemaal tot naar beneden. Dus ik denk dat ik nog anderhalf wasje heb. En dan ben ik klaar. Dit is de kamer van Jordi. Het bed van Jordi heb ik wel al verschoond. Dus gelukkig. En dit is onze kamer. Ik ga aan de gang en zorgen dat alles opgeruimd is, et cetera. Vanmiddag, na het slaapje van Jordi, gaan we naar oom, tante, neefje en nichtje. Die zijn samen 150 jaar, om en nabij. En daar hebben we een barbecuefeestje. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En dan gaan we ook gelijk de twee van de Bambix-bende ophalen. Jee, ik heb ze gemist. Maar dat betekent wel dat ik eerst boven alles schoon moet hebben. Beneden is al alles schoon, maar boven moet ook alles schoon. Dus daar gaan we eventjes aan werken. We zijn alweer even een tijdje verder. Mandy, wat ziet er leuk uit. Dank je. Ik heb kleren al aan voor dadelijk. Jordi wilde niet slapen, maar ik heb wel ondertussen alles klaar hierboven. Ik zal het even laten zien, want ik moet zo dadelijk Jordi aan gaan kleden. Want wij moeten zo naar de verjaardag toe. Maar ik ga het even laten zien. Dit is de slaapkamer nu. Weer allemaal helemaal netjes. En dit is die van Jordi. Ja, deze man, daar moet ik nog even een plekje voor vinden. Maar ik heb ze even hier neergezet voor het geval dat ik ze toch nog eventjes nodig heb. Als ik ze niet gebruik, kijk ik even wat ik ermee doe. En onze slaapkamer. Ja, mijn bed maak ik nooit echt helemaal op. Ik heb het nu even zo gedaan, zodat het enigszins netjes is. Ik heb al mijn was opgeruimd en alles. Oh, dit zijn trouwens Nielse werkkleding. In de zin van werkkleding als hij boven klust of zo. Niet zijn eigen werkkleding. Schoenen moet ik ook nog wel opruimen. Maar ik ben nog even een beetje een systeem aan het zoeken. Nou, alles is hier gestofzuigd, gedweld, et cetera. De douche is netjes, want die had ik gisteren al gepoetst. Dan gaan we nu naar beneden Jordi aankleden. Niels even voor mij naar de winkel toe. Heel eventjes een paar kleine boodschapjes halen, zodat ik morgen in ieder geval Jordi naar school kan brengen en zo. Dus dat. En ja, dan gaan we Jordi klaarmaken om mee te nemen naar het feestje. Wij zijn onderweg. Dadelijk weer onze kindjes zien. Ik ben benieuwd hoe ze reageren. Zo, we hebben gegeten, we hebben gedronken,
zitten. Yay! Wij gaan nu onderweg naar huis. En dan gaan ze lekker uiteindelijk een fles krijgen en naar bed. Ik heb zelf iets tussen hun tanden. Oh jee. Maar goed, hè, dat dus. En we gaan proberen te filmen hoe hij reageert op het keukentje. Dus ik hoop dat we allemaal goed op beeld te krijgen. Wat is dat? Yum, 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 yum. Yay! Maar kijk eens. Kijk eens hier. Wow! Wow. Nee? Ja. Kijk eens hier. Hier heb je nog meer. Kijk eens hier. Wow. En hieronder. Hier heb je ook nog meer. Deze mama dicht doen. Zit erbij. Dat is een fiets. Dat is een loopfiets. Ja, ja, kijk. Kijk zo. Wil Liam ook? Wil Liam ook op de loopfiets? Liam, kijk. Liam. Ja, papa, sorry, hij is te druk met zijn keuken. Mama schenen, hè? Ja. Niet mee bemoeien, papa. Ja. Nou, we weten al dat alles als we iets kwijt zijn daarin gestopt gaat worden. Ja, telefoon. Ja, precies. Anne. Ja, goed zo. Ik ben al aan het opruimen. Liam die ligt inmiddels in bed. Maar... Ja, het was net dus nog erger. 20 minuutjes, Liam. 20 minuutjes. Nu gaat onze grote vent Jordi ook naar bed. En dan liggen ze allemaal weer op bed. Dus ik ga even opruimen. Ik moet flesjes afwassen. Ik heb alle spullen van Liam en Sam al uitgeruimd, et cetera. Dus alles is al wat dat betreft klaar. Ja, ik moet even de vlog uploaden, want dat ging allemaal niet lukken straks. Een hele goede morgen. Ik zit de hele tijd te denken, ik moet de vlog nog openen. Maar dat heb ik gisteren al gedaan. Het was gisteren zondag, ook al was het maandag.
Ik heb vanochtend Jordi al naar school gebracht. Liam die is lekker aan het spelen en zijn fruit aan het eten. Sam is lekker aan het spelen en zijn fruitje aan het eten. Dus ze zijn lekker bezig. Ik ben daarna even naar de winkel geweest. Want ja, ook dat moet gebeuren natuurlijk. En ik ben nou ondertussen gewoon wat dingetjes aan het doen. Ik moet ze lekker vlees uithalen voor het eten voor vanavond. Dus ja, dat is wat ik allemaal aan het doen ben. Dus ik ben benieuwd hoe het met Jordi vandaag op school gaat. Liam die heeft gisteravond is hij nog tot laat wakker geweest. Want hij kon niet slapen. Dus hij is nog even beneden geweest met papa. En ik heb nog het een en ander opgeruimd. En ja, het keukentje ziet er nog netjes uit. Maar hij is wel de hele tijd daar aan het spelen. Dus we hebben iets heel goeds gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje fruit spelen. Ik ga even was nog aanzetten. En dan laat de dinsdag maar beginnen. Ik wilde iets zeggen dat het maandag is. Maar laat de dinsdag beginnen. We hebben Jordi opgehaald. Jordi staat even daar. Jordi had buikpijn. Dus dat had ik even opgelost op deze manier. Zodat ik even eten kon maken. Tenminste het eten af kon maken. We eten broccoli met worteltjes en gekookte aardappels. Zit in mijn stoomer. Ik zal het even laten zien. Broccoli en worteltjes. Aardappeltjes. En kippenworstjes. In jus. Wat over is van de worst gaat mee naar onze werk. Dus ja. Ik geef de borden van de kinderen klaarmaken. Liam heeft niet geslapen, dus hij is zo chagrijnig als de pest. Daarom heb ik ook niet veel gefilmd, want je hoort het. Nou jongens, we zijn klaar om te eten. Even zitten. Goed zo. Ja. Goed zitten. Zo. Dit is Sammy. Hallo. Dit is jouw bord. Ja, dan niet. Prima. Dag. Hij is moe. Nog een paar uurtjes. We overleven het wel. Ja. Mijn papa moest lachen, maar mama niet. Mama moest ook lachen. Ja, maar ik heb het al de hele dag. Ik ben een beetje klaar ermee. Papa? Maar dan moet je niet zeggen dat papa ineens de boeman is. Papa is wel de boeman. Mama zit er de hele dag mee te kijken, hè? Dan is dus, mama de boevrouw. Dus mama geeft gewoon de schuld. Oh nee, ik moest de schuld aan ome Theo geven. Dus de schuld wordt dan bij ome Theo leggen. Heb jij geluk? Ja. Oei. Moet je nog papa? Nee? Oké. Okay. Mama. Nom. Nee? Nee. Nou, Liam zit bij papa aan tafel en hij gaat dus eventjes alle aanbiedingen bekijken. Ben je aan het sorteren? En wat kun je vinden? Oh, oké. Okay. Ja. Vind je het leuk de foldertjes kijken? Ben je vader dan een cadeautje aan het uitzoeken? We weten al wat je krijgt voor vaderdag, dus niet zo even zeveren. Huh? Ik weet van niks. Nee, zou ik ook zeggen. Hé papa? Daar is Sam en Jordi. Ik ga even zorgen dat de vaatwasser aan staat en dan ga ik flessen maken. Niels gaat even tanden poetsen met de kinderen. En dan gaan ze zo'n flesje krijgen en naar bed. Er is nog iemand wakker. Hij lag te slapen, maar hij is wakker geworden. Jordi ligt ook al op bed. Die is ook nog wakker, maar die ligt gewoon prima in bed. En Sam, nee. Sam, blijf nou eens een keer van het zooi af. Liam ligt al wel te slapen. Verrassend. Ik ben ondertussen hier bezig. Ik heb al opgeruimd. Ik moet daar even stofzuigen en dweilen. En ik ben eventjes in de keuken nog aan het opruimen. Vaatwasser al aanstaan. Ik heb mijn was alweer opgevouwen. Dus ik loop allemaal bij. Ik heb de stoel van Jordi uit elkaar gehaald en uitgewassen. Dus die moet ik zo eventjes ophangen. Dus ik heb nog genoeg te doen. Maar ja, hè. Kind gaat voor. Hele goede morgen. Ik heb net Jordi afgezet op school.
Die andere twee zitten lekker in de auto. Ik moet even naar de Action, want ik wou iets hebben. En ja, dat dus. Ik ga naar huis rijden naar de Action. Oh, en we gaan even een broodje halen natuurlijk bij de Albert Heijn. Gaan we weer op bed. En ik was straks bij de Action geweest. En ik heb deze gehaald. Deze was in de aanbieding. Was nou 2 euro goedkoper of zo. En ik heb deze gehaald. En ze hadden ook van deze ijsjes. Die ga ik straks even vullen. Ik heb van die huismerk Danontje-achtige spullen gehaald. Om te maken. Maar eerst ga ik zelf even eten. En ja, dat ga ik doen. Oh, ik ga wel even die ringlamp opzetten. Ik kan wel even laten zien waarom dat ik die dus wou. Kijk, ik heb nou deze. En dit is op zich een heel stevig ding. Dit is alweer los. En deze gebruik ik niet. Dus ik heb eigenlijk een standaard waar ik de helft niet van gebruik. En ja, ik wil toch wel weer iets van video's op gaan nemen enzovoort. Dus ik zal iets moeten. Dus vandaar dat ik dat heb gehaald. Ik heb hem uit elkaar gehaald, maar dat is heel mooi, want er staat niet eens in hoe dat hij precies in elkaar moet. Ik denk dat dit hem is. Woehoe! Hey, dat is nog eens licht. Hij staat nog een beetje scheef. Ik moet nog even een beetje ermee spelen. Maar dit is toch wel enigszins wat ik wou. Alleen hij doet heel erg flikker. Ik weet niet of je dat ook in de camera terugziet. Deze dan weer niet. Oeh. Lijkt net of ik een tientje op heb. We hebben straks Jordi opgehaald. En we zijn thuis gekomen. En ik ben eigenlijk gelijk in het ritueel gegaan. Jordi drinken geven, et cetera. Eten maken, eten geven. Daarna heb ik de kinderen in de douche gedaan. Toen is Niels thuis gekomen. Die heeft nog Jordi even met mij in de douche gedaan. Toen was ik even klaar met de dag. En Niels heeft me even gelaten. Dus ik heb gewoon eventjes niks gedaan. Nu gaat Niels zo douchen.
En ik ga ook zo douchen. Dus morgen weer een dag. Welterusten. Een hele goede morgen. Sammy zit hier. Liam zit daar. En Jordi zit daar. We hebben vandaag een pyjama dag tot 10 uur. En dan komt om 10:30 de visio. Als we fruitje hebben gehad. En ik heb sowieso de hele dag pyjama dag. Tada! Dus ik vind het prima. Ik blijf lekker thuis vandaag. Dat. Ik ben gewoon moe. Ik heb vandaag niet zo lekker geslapen. Dus. Daar moeten we het mee doen. Jordi is blij. Want hij heeft het voor elkaar gekregen. Hij heeft geen bril op, omdat hij die continu afgooit. Hij wil gewoon lekker even in zijn eigen wereldje zitten. En ja, ik laat dat toe, want om 10:30 moet hij weer oppie en toppie zijn. Dus ik wil wel dat hij oefent met zijn fysio, dus vandaar dat ik hem nu even laat. Jordi die heeft al in bed gelegen. Hij heeft wel geslapen. Hij is al wakker omdat hij een ritme heeft op school. Dus Jordi is lekker op tijd wakker. Ik hoorde dat je broertje ook al wakker is, maar die laten we nog even liggen. Ja, maar mama is blij met jou. Ja, even lekker kroelen met jou. Kom je knuffelen? Zijn mama vastpakken? Hé hey Jordi, doe je mama even vastpakken? Jordi, doe je mama vastpakken? Goed zo. Even lekker knuffelen. Even lekker knuffelen met jou. Jordi die is speciaal vanuit de bank daarheen gelopen, gekropen, gelopen, hoe je het ook wil noemen, want hij wil niet op de televisie kijken, maar op de tablet, want hij wil staan. Maar ik ben momenteel even te lui om op te staan en om die aan te zetten en deze uit te zetten. Sammy is ook wakker. Liam slaapt nog. Liam is ook wakker. Die heb ik wakker gemaakt. Hij is alweer lekker in het keukentje bezig. Het is echt een dingetje dat ik blij ben dat we aangeschaft hebben. En ondertussen is Sammy mama aan het vervelen. En ben ik naar een podcastje aan het luisteren. En de kindjes, die krijgen een flesje. Ja. Sammy gaat lekker naar Betty. En wat gebeurt er dan als we zeggen welterusten? Slaap lekker. Slaap lekker. En wat doen we altijd als jij naar bed toe gaat? Goed zo. En ook Jordi. Mama kus. En nou weer. Valt mee. En dan is het natuurlijk dat de rest gewoon nou dadelijk allemaal naar bed is. En dan mogen we hier gaan opruimen. Kindjes liggen op bed. We hebben een heel groot gedeelte opgeruimd. Ik moet nog even de keuken doen, de tafel doen en dan ben ik ook klaar.
Maar bij deze ga ik lekker vanavond op de bank hangen en niks doen. Dus. Bij deze is het einde van de vlog gekomen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.